Mensen, super tof dat jullie kijken bij een gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben, oftewel Ruben Gaming. En vandaag gaan we een game review doen. In Arjen Stad V2. We gaan een game review doen. In ieder geval hoop ik dat jullie zien en belonen video's zeker met een blauw duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren en dan gaan we gelijk beginnen. Trouwens, even een mededeling. Ik had deze video van tevoren al opgenomen. Alleen, ik was te vergeten om iets in te stellen voor mijn editor. Daardoor heb ik de video opgenomen, alleen kan ik mijn editor niet in. Dus dat betekent dat ik mijn video niet kan editen en dat is niet bepaald handig. Zelf ben ik trouwens ook politie-HR. Ik zal een foto van mijn rollen nu even in beeld editen en dan zien jullie ook wat mijn rollen zijn en dat ik politie-HR ben. In ieder geval, hier is de car dealer, die kan je een mooi voertuig kopen en daarachter is een mooi kantoortje. We gaan de video niet al te lang maken, want ik moet nog wat meer opnames doen en wat andere dingen regelen, dus we gaan er een beetje snel doorheen. Maar ja, dat mag de pret niet bederven. Hier is de brandweerkazerne, hier een mooie glijpaal, spulletjes, panders enzovoort. Dus ik vind de brandweerkazerne en de car dealer op zich op het eerste oog heel cool uit, heel cool eruit zien. Ik ben al vaak in de game geweest wegen stafleden die de game al kunnen joinen. Ik weet niet of dit ook stafleden zijn, maar ja, dan moeten we maar even mee leven. Het is niet dat ze per se mogen joinen, alleen ja, kijk, je kan het niet tegenhouden. Allemaal. Ik geef mezelf even een fly. Trouwens heb ik toestemming van Arjen, dus dat scheelt. Oftewel de owner. Hier heb je wat boerenland met wat mooie windmolens. En trouwens, de zon of de maan, weet ik veel. De zon in ieder geval, die schijnt in mijn gezicht vol. Is alleen niet geel, maar dat maakt niet uit. Of weet ik veel wat het is. Het zal allemaal wel. Hier een mooie woonwijk. Ik vind op zich, de woonwijk is er heel mooi uitzien. De huizen zijn mooi gedetailleerd. En ja, kijk, naar mijn mening vind ik het heel mooi. Hier wat mooie boompjes met een speeltuin. Dus ja, hebben de kinderen ook wat leuks te doen. Nu de, ja, je weet wel, crisis er is. Ik ga het niet zeggen voordat ik straks een Shadowban heb. En een Shadowban is niet al te fijn, want daar komen die video's niet meer bij aanbevolen te staan. Voor een maand lang. Of een paar dagen, in ieder geval vaak een maand. En ja, een Shadowban, dat wil je gewoon niet hebben. En dat kan zijn door iets te zeggen, bijvoorbeeld de crisis die je momenteel in het leven rondhangt. Nou, dan weten jullie allemaal wel waar ik het over heb, wat ik niet ga zeggen wegens de Shadow Band. Maar hier is in ieder geval de Kamaal Base. Het ziet er super tof uit. Ik vind het gebouw heel mooi eruit zien van binnen en buiten. En ja, ze hebben er een hele mooie base van gemaakt, allemaal. Dus ik vind het wel een dikke, wat zal het zijn? 8,5. Ik zal het wel een 8,5 geven op zich. Misschien nog wat kleine toevoegingen zoals de stoep hier door laten lopen. Of iets dergelijks. Maar voor nu geef ik het een 8,5 in ieder geval. Dat is mijn mening van de Kamaal Base. Dus Ian of developer, iemand die dat heeft gemaakt. Even dikke shout-out naar jou. Hier is de McDonald's. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken. En er staat in één keer een prullenbak in de McDonald's. Nou, dat heb ik nog nooit echt zo gezien. Ik heb wel wat gezien, alleen zo'n prullenbak. Die hoort meestal bij zo'n, ja, bij een parkje te staan. Dus die zie je, dat soort dingen zie je nooit in een McDonald's staan, maar goed. Nou, de wc is hier. En hierachter worden de hamburgers. De friet, oftewel de patat, cola, milkshakes. Weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ik weet niet of ze milkshakes hebben, volgens mij wel. Of niet, laat even weten onder in de reacties hier. Maar voor alles en nog wat wordt daar gemaakt. Dus ook is er een McDrive, dus met de auto. Iets bestellen is ook altijd mogelijk. Hier is het Total Tankstation, dezelfde als in V1. Dus daar hoef ik niet echt veel over uit te leggen. Hier is het Development Team. Dus kan je kijken wie allemaal in het Development Team zitten. Tenminste, dat lijkt mij logischer om dat daar te maken. Zodat dat het ook is. Hier de DCB. Ik vind deze wel wat minder. Ja, hier staan de knoppen zo buiten, dus volgens mij kan je ze ook, als je hier staat, ook open doen. Ik ben niet zeker, even testen. Ja, dit dus, kijk. Niet dat ik een glitch graag laat zien hoor, maar het is even voor de developers dat ze het kunnen fixen. Want je kan gewoon, je staat zo, je staat hier en je kan gewoon de poort openen, naar binnen lopen en ja. Niet handig. Even kijken, ja, hier is heel weinig decoratie, zeg ik zelf. Oh, ik trek bij mijn kleding aan, dat doe ik niet. In ieder geval, hier wat twee tafels, vier bedoel ik, twee hier, twee daar. Dus ik vind het, de DSI base vind ik wel wat minder, maar misschien dat daar ooit aanpassingen aan gaan komen. Maar dat is mijn persoonlijke mening, dus trek daar even niks van aan. Even kijken, ik ga even het boerenland precies zoeken. Ik snap het, het is het boerenland, maar wij een trekkersplant. Even kijken, hier heb ik een paard en een
paarden en koeien staan. Hier een mooi gebouw van de boerinnen en de boeren. En hier span je een mooie trekker. Nou, dat trekker, weet ik veel, tractor, I don't know hoe mensen het noemen tegenwoordig. In ieder geval, die gaan we mooi even spannen. Hoppa. Zo, hoppa. Natuurlijk daar te wijzen. Oké, goed. Maar dan gaan we de trekker verder. Nou, hier is je burgerplank, heb ik al laten zien. En ik sta bijna vast. Ga je toch niet menen, Ruben? Ga je toch niet menen, Ruben? Jawel, dit is mooi. Geen trekker voor vandaag. Even kijken, hier is de kruidvat, de Hema en de Game Mania. Wat Game Mania is, dat weet ik niet echt. Domino's, Pepijn's Bakker. Bakkerij, hallo Pepijn. En de Intertoys. Dat is ook wat mooie winkels. Hier is het ziekenhuis. Even kijken wat ik er precies van vind. Ja, klinkt op zich wel mooi, alleen hier is geen enkel gebouw. Eenheidsgebouw is een trainingslokaal. Dat snap ik niet. Dus waar je mag gaan trainen, ja. Dat vraag ik me wel af. Ja, hier misschien alleen. Ja, ik zie nergens echt een trainingslokaal waar ik een keer kan afspreken. Het zal maar een keer regenen. Dan sta je daar met je Jason, dan sta je daar ook lekker een training te volgen. Nou, hier komt binnenkort de praxis. Dus dan wordt nog een. Ja, dat wordt nog gemaakt. Hier nog een speeltuin en nog een tankstation. Dus dat heb ik al laten zien. Dat hoef ik dus niet echt te demonstreren. Hier heb je een nieuw. Ja, hoe zeg je het? Huis, gebouw, weet ik niet. Ik weet niet echt wat het is. Hier zijn wegwerkzaamheden blijkbaar. Ik weet niet ook waarvoor. Alleen ja. Kijk, er zal binnenkort wel eens. Wat sneak peeks vanuit. Ja. Dat zal wel ooit eens een keer komen. Hier staat Diederik. Hallo Diederik. Ja, ga je. Bob blijft Bob tot hij weer thuis is. Bob blijft Bob. Oké. Nee, top. Zou maar Bob heten. Even kijken. Hier is het politiebureau in ieder geval. Waar ik zelf ook bij die eenheid staf ben. Nou, ik vind dit op zich wel een mooi gebouw. Van de binnen- en buitenkant. Vooral de buitenkant vind ik wel heel cool gemaakt. Dus ja. Het is alleen een best hoog gebouw, want tenminste een best hoog gebouw. Je hebt hier ook een verdieping, alleen daar kan je niet heen. Want ik zat vanmiddag serieus echt een half uur te zoeken in dat gebouw van er nog een trap was. Maar dat bleek niet zo te zijn. Even kijken, daar gaat iemand een stoel proberen te spannen. Nou, ik kan je één ding vertellen. Dat gaat jou niet lukken, grote vriend. Even kijken, we gaan even verder op zoek naar wat andere gebouwen. Hier zijn wat winkels, Ian's Pizza en de Action. En verder komt hier nog Pets Place, oftewel een dierenwinkel volgens mij is dat. Dacht ik, toch jongens? Laat even weten in de reacties in ieder geval wat Pets Place is. Ik denk dat dat een dierenwinkel is, maar dat maakt niet uit. Hier in ieder geval een mooie fabriek. Ik weet niet wat voor fabriek het is. Ik weet wel dat ze heel veel rook maken. Tenminste, ja, er komt heel veel rook vanaf. Dat zal je niet, maar ik zeker weet. Even kijken hoor. Hier is het Rijkswaterstaatgebouw. Ik kan niet door de deur volgens mij. Tenminste, ik deed het in de vorige opname ook proberen, maar het lukt niet echt. Dus dat gaat niet, helaas. Maar ik vind het er op zich wel cool uitzien, zover ik nu kan zien. Kijk, hier kan je ook mooi staan. Voor een training, dus dat is op zich wel mooi. Samen met wat, ja, hoe heet dit? Dat weet iemand hoe dit heet? Oh ja, zonnepanelen. Zonnepanelen, toch? Ja, ik weet niet. Zonnepanelen noem ik het maar even. Als het goed is, heet het zonnepanelen. Ik weet het ook niet allemaal. 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Hier is de gevangenis. Nou, ja, wat moet ik ervan vinden? Het ziet er op zich netjes uit, laat ik het zo zeggen. Op zich, ik kan lekker koken hier. Mooi keukentje. En ja, hier is de soort receptie slash inwerkingskamer waar je veroordeeld. Ik bedoel, ja. Dan krijg je dingen. Ja, hoe heet dat? Ik ben zelf nog nooit in het echt in de gevangenis geweest, dus maar goed ook. Alleen ja, ik weet niet hoe je het noemt. En dan rijdt dan zo'n auto voorbij met real life. Maar ja, dan word je veroordeeld of zo, of weet ik veel, het allemaal heet, het zal wel. Maakt voor nu even niet uit. In ieder geval hier wat mooie gebouwen. Mooie garages op zich ook wel. Het is alleen een beetje een raar materiaal voor de garages, maar dat is mijn mening. Verder hier nog wat mooie straatjes. En voor de rest was dat het wel zo'n beetje volgens mij. Als ik het goed heb. Ja, hier nog een voetbalveldje trouwens. Ik weet niet of ik iets mis. Mis ik iets, jongens? Volgens mij niet. Ja, ik ben niet live met het. Nee, dit is de brandweerkazerne. Volgens mij mis ik niks. En daar staat mijn trekker. Dus die staat er ook mooi bij. Volgens mij mis ik niks. Dus ja.
Ik weet niet echt. Hier staat wel een mooi huisje. Ik zit even te denken of ik iets mis. Volgens mij niet. In ieder geval, nee, ik denk het niet. In ieder geval, ik denk dat ik niks gemist heb. Mocht ik toch wat hebben gemist, laat even weten in de reacties. En zo, ja, wat heb ik dan gemist? Dan zal ik dat in de volgende stream of video bekijken. En ja, beoordelen in ieder geval. Mocht je trouwens ook deze game willen joinen, linkje ervan staat hieronder in de beschrijving. Op het moment dat jullie deze video kijken, is hij ook open. Ik heb deze video wel een dag van tevoren opgenomen. Wegens ik daar toestemming voor heb gekregen, sowieso. In ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe livestream en video. Laters.